Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeerse. Ook namens onze gastpredikant, de heer Wulschleger. Heel hartelijk welkom. Woensdagavond is bij ons Bijbelstudie en vanavond is bij Mark en Paulien gebedsavond om 8 uur. We hebben een jager gehad achter afgelopen week, dat is Charlotte Urringa. Charlotte, hartelijk proficiat namens de ganse gemeente en ook God zegen toegewenst. Ze hebben te veel gewegen opgenomen, moeder. Je zit niet van opnemen, hè. Er staat de dienstgelegenheid om samen achter in de zaal een lekker bak koffie te drinken en even na te praten. De gasten zijn hierbij hartelijk uitgenodigd. Al voor de dienst beginnen, gaan we 3 liederen zingen. Het eerste lied is 140. En als tweede lied zingen we 147. Thank you.
Wat een prachtig lied, mensen. Er zit alles in wat we nodig hebben, het hele levensverhaal, hoe we moeten gaan. En de laatste lied is 150. Ik ga een klein stukje lezen uit uw prachtig. Ja, ik vond het heel mooi. Ik denk dat neem je wel mee om ons voor te lezen. En de Heer moeten danken voor alle genade, waar we over gezongen hebben ook. Of zij die leven, niet voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zijn naam was Ricardo. Hij was de meest harde werker op een klein afgelegen boerderijtje aan de kust van Peru. Hij was groot, sterk en vol energie. Hij zette zich volledig in voor de belangen van zijn baas. Als de mensen in de omgeving vroegen, waarom werk je altijd voor Pedro, als je ergens anders net zo hard werkt als bij jouw baas, dan kun je veel meer geld verdienen. Was zijn antwoord altijd hetzelfde. Ik werk voor Pedro, want hij redde mijn leven. Ricardo had vele jaren lang als zwerver geleefd en werd veracht door iedereen. Hij was emotioneel zwaar beschadigd en vaak agressief. In die toestand had Pedro hem ontmoet, omdat hij medelijden met hem had, had hij hem in zijn huis opgenomen. Ricardo leefde als lid van een gezin en kreeg voedsel en werkte overdag op de boerderij. Het leven van Pedro werd gekenmerkt door zijn liefde tot God en door zijn eenvoudige getuigenis kwam ook Ricardo tot geloof.
Zijn leven veranderde compleet en hij werd de beste werknemer die Pedro ooit had gehad. Ricardo vond het een eer om voor hem te mogen werken. En nu komt het voor ons toch aan. Beste medechristenen, voor wie leven wij? Willen wij ook de Heer dienen in ons leven en onze talenten en onze bezittingen in zijn dienst te gebruiken? We weten dat hij ons gered heeft van het eeuwige verderf. Hoe vaak verliezen we uit het oog en verdwijnt die heerlijke wetenschap uit onze gedachten? Als we niet radicaal voor hem kiezen, zullen we altijd in een spanningsveld leven, omdat we moeten kiezen tussen hem en de wereld. Een compromis tussen God en de wereld is niet mogelijk. Ja, mensen, ik kan niet in jullie harten, ik kan niet in jullie levensweg kijken, maar ik kijk in mijn eigen weg, in mijn eigen hart. Hij heeft mij ook gegrepen en aangeraakt. In mijn waardeloos leven, mijn egoïstisch leven. Ik heb het al vaker verteld. Toen ik dat ook vanmorgen las, toen dacht ik, draag ik mijn eigen leven. Voorheen en nu. Ik ben nog geen heilige. Zal ik ook nooit worden. Maar ik weet wel dat hij me leidt. En ik ben er toch dankbaar voor die genade. Die ik krijg van hem. Iedere dag. En ik dank hem s'avonds daarvoor. Voor die genade. En 's morgens vraag ik hem weer. Dat ik met beide benen op de grond mag mogen staan. In deze waardeloze wereld. Want zo zie ik de wereld, mensen. Deze wereld is geen plaats meer voor onze verlosser. Je hoeft maar te kijken naar het die ons moeten leiden. Maar de regeringen, overal ter wereld, staat maar voorop. Werk, werk. En de liefde die de Heer ons geeft. En ook die mannen geeft en de regeringen. We staan niet meer, daar geloven ze niet meer in. Daar ben ik hem dankbaar. Dat met mijn klein verstand en in mijn hart hem ook danken. Aan de wegen mag gaan blijven die hij mij iedere dag geeft. Aan de genade waar ik steeds meer achter kom, die krijg ik van hem. Al zijn ze maar klein. Ik ben hem dankbaar. En ik zal hem blijven bidden. En de vreugde die ik daarin krijg, dat is me meer waard. Ja, vul maar zelf in. Dat is het grootste gebeuren wat ik zou kunnen krijgen in de wereld. Die vriendschap en die liefde die God me geeft. Voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen en voor jullie. Dat we hier dan zondag bij elkaar komen. Dat we hopelijk in vrede mogen leven met elkaar blijven. In een goede vriendschap. Dank u, mensen, voor de aandacht. De heer Wurfschelder zal eens u voorgaan in de samenkomst. We hebben de eerste preek te pakken, mensen. Er gaat er zo nog een komen. En ik hoop dat hij dezelfde diepte en dezelfde passie zal hebben als wat we zojuist hebben gehoord. Met hart en ziel. We gaan ons in een moment van stil gebed voorbereiden op de dienst. Zullen we samen stil worden. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan onze eerste psalm in deze dienst zingen. Dat is psalm 25. En in de bundel op toonhoogte is dat lied 2.
Dat is een psalm die vraagt of God ons wil leiden door zijn woord en geest. En daarvoor zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen. Uit lied 2, psalm 25, vers 2 en 6. Samen luisteren naar het gebod van God en dat doen we vanmorgen vanuit de Romeinenbrief, Romeinen 13. Stelt u zich even voor, het gaat over een christelijke gemeente in een grote stad, de wereldstad van dat moment, Rome, het hart van het Romeinse Rijk. Er is een christelijke gemeente gekomen die nauwelijks traditie had, want de mensen waren van oorsprong geen christen. Voor een deel waren ze mensen met een heidense achtergrond. Voor een klein deel waren het ook wel mensen met een Joodse achtergrond. Je kunt dat in de Romeinenbrief zo terugvinden. Het leverde ook wel spanning op in die situatie. Want vooral die mensen met een Joodse achtergrond, die zagen heiden, christenen binnenkomen en zeiden, ja, als je echt Christus volgt, dan moet je je natuurlijk wel houden aan de Joodse wet. Dan kun je de besnijdenis natuurlijk niet zomaar laten zitten. Denk aan de Sabbat. Kosher eten, dat hoort er helemaal bij. Kortom, als je je niet aan die oorspronkelijke regels houdt, hoe zit het dan precies met je christen zijn? Dat leverde best wel wat spanning op. En Paulus gaat daar in de Romeinenbrief op in. En dan schrijft hij aan deze gemeente in Romeinen 13... wat nou precies de dingen zijn waar het op aankomt. Als je Christus volgt, waar gaat het dan over? Wat is het hart van alles? Dat zullen we horen vanuit Romeinen 13.
En daarna gaan we samen ook zingen over het goede van de wet van God uit lied 1, psalm 19 is dat, het vierde vers. Een psalmlied om ons er ook aan te herinneren dat de wet van God niet iets heel moeilijks is, niet iets wat ons beknelt of wat ons onze vrijheid ontneemt, maar juist de weg van het goede leven naar de wil van God. Psalm 19 is dat, lied 1, vers 4. We horen wat de apostel schrijft in Romeinen 13. Hier komt het op aan. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat we het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Amen. Tot de dienst van het woord en we willen eerst samen het aangezicht van God zoeken in gebed. We vragen hem samen om de opening van zijn woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, voor
de allergrootste schat zijn wij hier gekomen. Want zo is het werkelijk. En daarvoor moeten we ook hier zijn om dat te zien. Want als wij het licht van uw woord missen, dan ziet het leven er heel anders uit. Dan ligt de allergrootste schat heel ergens anders. Maar als u het licht van het evangelie over het leven laat schijnen, dan gaan wij dingen zien die we nooit gezien hadden. Dan wordt dat allemaal totaal anders. Dan gaat het ook aankomen op dingen die we anders veracht zouden hebben, waar we niets in gezien zouden hebben. Maar dat gaat het worden. En voor die allergrootste schat zijn wij op dit moment hier samen. Wat we u nu willen bidden is dat het evangelie ook echt open zal gaan. Dat is nog wat anders dan dat we een stukje uit de Bijbel lezen. Maar ja, dat het zo open gaat dat wij allemaal hier vanmorgen voelen, dit is het woord van God voor mij, voor ons. Hiermee spreekt de levende God vandaag tot ons. We bidden om de leiding van uw geest. Laat die geest het woord voor ons openen, laat die ook ons hart openen, zodat het evangelie ingang zal vinden en het diepste van ons bestaan zal aanraken en vernieuwen. We bidden u, zegen ons. Dat vragen we voor iedereen die hier in de kerk is. En ook voor alle mensen die via internet de dienst zullen meemaken. Zegen ze erdoor. Geef ons de genade van u. De leiding van uw geest. En laat ons hart vol worden van u. En van uw liefde. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 2, vanaf vers 14 tot en met 26, dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. 2 Timotheus 2, vanaf vers 14. Het is misschien goed om van tevoren even te zeggen dat Paulus dit schrijft aan zijn jonge leerling Timotheus. Die heeft stage gelopen bij Paulus. Hij is een aantal keren meegeweest op zendingsreis en Paulus heeft hem nu achtergelaten. Waarschijnlijk in Efeze om leiding te geven aan de beginnende gemeente daar. En Timotheus staat voor de vraag van ja, hoe geef ik nou leiding aan deze gemeente? Hoe wijs ik de mensen de weg dat ze trouw zullen zijn aan het spoor van de Heer Jezus? Maar ook, hoe gaat het hierna verder? Want wij zijn geen eindpunt. De grote vraag is, een volgende generatie, hoe zal die in het geloof staan? En wat is er voor nodig om dat door te geven? Ik heb begrepen dat Jasper dat met ons gaat lezen. En ik vermoed dat jij dat bent, Jasper, dat klopt, hè? Ja, ik zei net in de consistorie al, nou, Jasper die krijgt heel wat te verstouwen als hij dit hoofdstuk moet gaan voorlezen, maar in de consistorie zeiden ze, daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat doet hij zo. Dus Jasper, het woord is aan jou voor 2 Timotheus 2. Kijk, je krijgt een microfoon bij je ook, dat is helemaal super geregeld, hè? Gaat het zo lukken? Ja, vind je dat ding hiervoor lastig? Of je kan er ook naast gaan staan, dan kan je zo naar de mensen kijken. Nee, hoeft het niet? Goed. Prima. De houding jegens de dwaalleraars. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en beweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen
en het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk het onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen houten voorwerpen, maar ook... Oh, wacht, dat is wel verkeerd om. Niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewijk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof en liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kwam verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Prachtig, Jasper. Zeer bedankt. Hoe oud ben jij? 10. Zo, echt knap hoor. Geweldig. Nou, lees je vaker voor hier. Zo, kijk eens aan. Nou, geweldig. En ook een heel goed idee om kinderen uit de kerk uit de Bijbel te laten voorlezen. Ja, ik zou graag even met de kinderen uit de kerk willen praten over de dienst van vanmorgen. Maar zijn jullie dat gewend om even hier te komen als kinderen, ja? Zal ik er even eentje naar beneden komen, hè? Dat gaat ook beter. Kom maar op. Zijn er nog meer kinderen? Goed zo. Ja. Prachtig. Op zich is het altijd wel een beetje geinig dat als je zegt de kinderen mogen naar voren komen, dat dan vooral de jonge kinderen komen, want al die mensen die hier zitten, dat zijn natuurlijk kinderen, hè? Ja, dus maakt niet uit, ook als je 80 jaar bent, dan ben je toch nog een kind van je vader en moeder, hè? Ja, zeg, weet je waar ik nou zo meteen even iets over ga vertellen? Dat gaat over een testament. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Een testament. Poeh, ik zie hier een paar kinderen die staan echt met zulke ogen te kijken. Een testament. Ja, maar er zijn ook wel wat grotere kinderen. Hebben jullie wel eens van een testament gehoord? Ja, je hebt het woord wel eens gehoord, hè? Maar wat is een testament? Weet je dat? Ja, dat is echt heel knap. Dat is een papier en daar staat de erfenis op. Maar ja, dan moet ik wel meteen weer even vragen, Jasper. Wat is dan een erfenis? Vertel eens. Wat je krijgt als iemand doodgaat. Ja, wat je krijgt als iemand zou overlijden. Hè, dan staat het in het testament wat je dan krijgt. Laten we zeggen, moet je eens voorstellen dat je een oom zou hebben en die heeft zelf geen kinderen en die zegt, nou maar ik heb een neefje, die heet Jasper, of hoe heet jij? Joas. Of Joas, of een nichtje, die heet? Rosa. Of Rodé. Oh, zo moet je kijken, nou er zijn hier een heleboel erfgenamen, dat is wel duidelijk. Ja. Stel je voor, en die oom die zegt, nou, ja, ik heb wel 100 miljoen. En ja, dat lijkt me leuk om dat eens aan Joas te geven, als ik er niet meer ben. Dus stel je voor, Joas, hij roept je.
bij zich en die zegt, nou Joas, ik ga jou eens wat vertellen. Ik ben al heel oud geworden en misschien zal ik niet zo lang meer leven en ik wil graag goed regelen als ik er niet meer ben. Dan krijg jij alles wat ik heb, 100 miljoen. Zo, nou, dan denk je wel bij jezelf, Joas, jongen, jongen. Nu heb ik misschien 10 euro op de spaarbank staan, of 100. Of... Maar straks, dan heb ik 100 miljoen. En wat kan ik daar allemaal wel niet mee gaan doen, hè, met 100 miljoen. Poeh. Ja, kijk, zie je. Ik wou dat ik zo'n oom had, zegt Jasper. Ja. Nou zeg, ja, dan kun je echt wel wat bedenken, hè. Stel je voor, nou, je hebt al een hele tijd over gedroomd en van alles en nog wat met je vader en moeder gepraat. En gezegd, nou, als ik het straks krijg, nou, zeg, poeh, dat gaat toch echt mooi worden. Maar dan is het zover en die oom overlijdt en de begrafenis is achter de rug enzovoorts, alles is geregeld. En dan op een gegeven moment, dan komt de notaris, want zo heet zo'n meneer, waar je een testament, dat grote papier waar alles op staat, waar je dat brengt. Er komt de notaris en die zegt, Joas, je oom heeft in het testament iets geschreven. Ja, je denkt, dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik al lang wat erin staat in dat testament. Dat alles voor mij is. Ja, zegt die notaris, ja, dat denk jij. Maar in dat testament staat helemaal niks. Of schulden zelfs. Er staat helemaal niks in. Ik krijg niks. Je krijgt niks. Nou, dat is natuurlijk, dat is sowieso een hele grote teleurstelling. Daar word je echt verdrietig van. Daar heb ik al die tijd op gerekend, dan krijg ik niks. En misschien dat je ook nog wel een klein beetje een hekel zou krijgen aan je oom, ook al is die er niet meer. Denk, nou zeg, mooie oom was dat. Hè? Ja, een leeg testament. Nou, daar heb je helemaal niks aan. Hè? Dus, nou, daar ga ik nou zo meteen iets over vertellen. Wat er gebeurt als je elkaar een leeg testament geeft, vergeleken met hoe het is als je elkaar juist een testament geeft waar heel goede en mooie dingen in staan. Dan kunnen jullie wel snappen waar het over gaat, hè? Het verschil tussen een leeg testament en een testament waar goede dingen in staan. Nou, daar gaat het over. Ja? Gaan jullie nu terug naar je plaats? Of gaan jullie naar een kinderkerk of zo? Of? Terug naar je plaats. Gaan jullie allemaal terug naar je plaats? Blijf je de hele dienst hier? Niet. Ja? Oh nee, die kleintjes, die grote kinderen die blijven hier. Maar die kleintjes die gaan zo meteen weg. Goed. Lieve mensen, wij gaan over naar de collecte. Er zal gecollecteerd worden. Twee collecten zijn er. De opbrengst van de eerste collecte is voor het werk van de christelijke gemeente Bunde-Meersen. Dat wil ik uiteraard heel hartelijk bij u aanbevelen. En de opbrengst van de tweede collecte is voor het evangelisatiewerk hier vanuit de gemeente. En dat wil ik u ook wel zeggen, sowieso omdat ik zelf werk bij een organisatie die zich bezighoudt met evangelisatie door heel Nederland. Maar ook in een plaatselijke gemeente is dat ontzettend belangrijk. En zeker in onze tijd kom ik heel veel tegen, ook in gevestigde gemeenten, ja natuurlijk ook vanwege de economische crisis, dat gemeenten zeggen, ja, we mogen al lang blij zijn als we financieel zelf het hoofd een beetje boven water kunnen houden. En ja, dan ook nog wat gaan doen aan evangelisatiewerk. Ja, dat is eigenlijk niet eens voor jezelf, hè, dat is voor een ander. Ja, daar komen we dus eigenlijk niet aan toe op het ogenblik. En dat snap je natuurlijk wel een beetje, maar uiteindelijk is dat ja, ook de ondergang van een gemeente. Als je geen zicht meer hebt op je roeping naar buiten. Dus ja, ik zag die collecteaankondiging en dacht bij mezelf, dat wil ik ook even zeggen, ik ben er ook gewoon heel blij om dat u dat in de gaten houdt en samen ook voelt van ja, dat is niet maar een kwestie van wat in de collectezak stoppen, maar hier ligt voor ons als gemeente ook echt een roeping in onze omgeving. Van harte beveel ik allebei de collecten bij u aan en dan gaan we vervolgens samen zingen, lied 235...
Dat was hem toch, Johan? Ja, 2:35. We zingen het eerste en het vijfde vers uit lied 235. Het Bijbelgedeelte dat we samen gelezen hebben, daar wil ik één tekst uitkiezen. Dat is vers 22. Daar schrijft de apostel het volgende. Je kunt dat wel zo'n beetje beschouwen als het hart van dit gedeelte. Ontvlucht de begeerten van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Mag ik beginnen, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, met een wat persoonlijke herinnering. Ik was in de jaren 80 predikant in Den Haag, midden in de Randstad. In een gemeente die ja, eigenlijk toch wel wat met de rug tegen de muur stond. De grote klappen van de ontkerkelijking hadden toegeslagen in de steden al in de jaren 80. En ja, de grote vraag was toen ook daar al, hoe overleven we nou eigenlijk als kerk, als gemeente, bij alle moderne vragen, secularisatieprocessen, ontkerkelijking die doorgaat. Hoe staan we daarin? En er verscheen in de jaren 80 een rapport, het was eigenlijk een doctoraal studie, van een Groningse theologiestudent. En die had onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ontkerkelijking op dat moment in de gereformeerde kerken in Nederland. Ik zeg dat gewoon maar omdat het een objectief gegeven is, maar het gaat helemaal niet over het feit dat dat nou in de gereformeerde kerken ergens erger zou zijn dan dat het ergens anders was. Het gaat maar even om het feitelijke gegeven. Maar wat is nou precies de oorzaak ervan? Want de klap was wel heel groot. In een goede 20 jaar, 30 jaar tijds, had de ontkerkelijking gigantisch toegeslagen. En de conclusie die hij op basis van een hele serie interviews trok, was de volgende. Hij zei,
De oudere generaties in onze kerken hebben aan de jongeren niets anders doorgegeven dan een lege huls. Ze hebben wel dingen doorgegeven die te maken hadden met uiterlijke regels. Voorschriften waar je als christen aan moet voldoen. Een bepaald soort levensstijl met bepaalde gewoonten die erbij horen. Dat hebben ze wel overgeleverd. Daar moest je ook echt aan voldoen. Dat kon ook nogal eens ruzie veroorzaken als je er niet aan voldeed. Maar hij zei, veel meer dan dat is er niet overgeleverd. Die huls, daar zat geen inhoud achter. Daar zat niet achter levende omgang met God. Daar zat niet achter, de dienst van God is mij alles. Is mij alles waard dus ook. God is mijn een en al. Er zat niet achter, mijn hele bestaan hoort doordrenkt te zijn van de dienst van God. Wat ze overgeleverd hebben aan volgende generaties, schreef hij, dat is een leeg testament. En dan begrijpt u het verhaal met de kinderen. Een leeg testament. Ze hadden wel tegen de volgende generaties gezegd, het geloof is belangrijk en je moet er wat aan doen, enzovoorts, enzovoorts. En het is doorslaggevend zelfs. Maar toen het testament werd opengemaakt, bleek er niks in te zitten. En ja, ik heb altijd gevoeld, dat kan ik eigenlijk wel zeggen tot de dag van vandaag, dat hier iets heel wezenlijks mee gezegd is. Want dat grote risico, dat lopen wij altijd. Dat lopen ook wij tot de dag van vandaag. En de fundamentele vraag die we onszelf altijd weer moeten stellen is, laten we niet alleen naar vandaag kijken, naar wat we nu hebben, maar hoe gaat het naar de toekomst? En als we kijken naar volgende generaties die zometeen het stokje moeten overnemen, wat geven we dan precies aan ze door? Een leeg testament? Of is inderdaad merkbaar, en niet alleen in onze woorden, maar in onze hele levenshouding, dat Christus ons een en al is en dat het dus ook doorslaggevend is wat hij zegt. En is dat zichtbaar? Nou, in de jaren 80 was het voor mijzelf en met een aantal andere predikanten die in de grote steden in Nederland stonden wel zo dat we zeiden, ja, als wij kijken naar de kerk waar wij in leven, de sector van de kerk waar wij in leven, dan ligt er voor ons toch ook wel een heel belangrijke taak om deze boodschap door te geven aan gemeenten, aan christenen, aan kerkmensen in ons achterland. En dat deden we dus ook. Ik heb daar zelf ook geprobeerd het nodige aan te doen. Maar het verbijsterende was altijd wel dat als je de verhalen uit de grote steden vertelde, dat gemeenten in het achterland zo'n beetje de neiging hadden om te zeggen, ja, dat is allemaal heel erg en heel verdrietig wat daar gebeurt in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en zo en in de Randstad. Moeilijk hoor voor de kerk daar. Maar dat is hier bij ons niet. Dat is hier bij ons niet. Daar hebben wij geen last van. Nu zijn we 30 jaar verder en je hoeft er niet over te twijfelen om te zeggen dat dit nou net het grote probleem is voor ja, kerken. En het maakt echt niet uit wat voor etiketje of er op die kerk zit. Of dat nou, laat ik maar zeggen, er aan de buitenkant wat meer progressief of misschien wat meer evangelisch uitziet. En ergens anders misschien juist weer wat behoudender en reformatorisch, om zo te zeggen. Overal zie je ditzelfde probleem. Wat leveren wij nou precies over aan de volgende generaties? Een leeg testament of iets wat gevuld is? Nou, de apostel Paulus is met deze vragen tot en met bezig in de 2e Timotheusbrief. Er zijn drie brieven in het Nieuwe Testament, 1 en 2 Timotheus en Titus, drie brieven bij elkaar, die worden ook wel aangeduid als de pastorale brieven. Maar het zijn brieven waarin Paulus heel sterk benadrukt hoe belangrijk of het is wat je overdraagt aan volgende generaties. Tegen Timotheus heeft hij het zelfs ook letterlijk gezegd. Gezegd, dat is toch mooi, jongen, hè? Dat is toch mooi. Als je ziet hoe het geloof naar jou toegekomen is, via je moeder,
via je oma. Er zijn helemaal niet van die ontzettende spectaculaire dingen gebeurd. Maar het is eigenlijk gewoon van de ene generatie op de andere gegaan. Maar wel zo dat je echt levende voorbeelden had. Ik denk vast en zeker, u zult hier vanmorgen dat ook herkennen. Er zullen vast ook mensen zijn die zeggen, ja, als ik daaraan terugdenk, hè, moeders hebben nogal eens een grote rol gespeeld in de overdracht van het geloof. Maar als ik terugkijk, ja, dan is dat heel wezenlijk geweest. Nou, Paulus is daarmee bezig en hij zegt, maar ja, vergeet nou alsjeblieft niet dat het bij jou niet moet stoppen, maar dat het ook weer verder moet naar volgende generaties. En laten we het daar met elkaar eens over hebben. Want je kijkt naar de gemeente. Uiteindelijk is die gemeente toch het instrument waar het langs moet gaan. En ja, in ieder huis, schrijft Paulus, heb je vaten, vaatwerk, potten en pannen om zo te zeggen. En er zijn er, ja, die bedoeld zijn ter ere, schrijft hij, voor een eervol gebruik. Maar ook voor een oneervol gebruik, die zijn gewoon vies. Wil je nou een eervol vat zijn en dus ook bruikbaar voor het doorgeven van het evangelie, dan is het nodig, net als met die vaten, dat jij een vat bent dat gereinigd wordt. Het moet schoon zijn. Want anders wordt er een heleboel viezigheid doorgegeven. En dat kan nooit goed gaan. Het is nodig dat je jezelf reinigt. En zo een stukje vaatwerk bent in de gemeente, dat door God gebruikt kan worden. Als ik het nou even houd in het verhaal van vanmorgen. Zo dat jij aan de volgende generaties een testament mee zult geven dat niet leeg is. Of waar niet een heleboel schulden in zitten. Maar waar iets goeds in zit, waar ze op verder kunnen. En wat is daarvoor nodig? Nou heb ik de tekst die ik u net voorlas gekozen om dat wat concreter te maken. Want kijk, je kunt dit soort dingen natuurlijk ook gewoon in zijn algemeenheid zeggen. Dan kun je, ja, om te zeggen, wat theorie, wat abstracte dingen aan elkaar vertellen. Maar heb je niet zoveel aan. Concrete dingen, daar kom je het verste mee. En ja, Paulus zegt dat eigenlijk ook zo in één adem, hè. Als je het voorgaande vers leest, hè, als je een vat, een eervol vat wilt zijn, moet je gereinigd worden, dan zul je een voorwerp zijn voor eervol gebruik, van veel nut voor de Heere, zegt hij. Dus dan ben je nuttig en gereed gemaakt, dan ben je klaar, dan ben je bruikbaar voor ieder goed werk. Wat is er dan nodig? Is er iets, schrijft Paulus in het volgende vers, wat je moet ontvluchten, waar je ver bij vandaan moet blijven? En er is iets wat je moet najagen, waar je je helemaal op moet concentreren. Dat zijn de dingen waar het op aankomt. En ik wil u over allebei die dingen wat vertellen. Het begint ermee dat Paulus zegt, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Ja, wat zou hij daar nou precies mee bedoelen? Als je die uitdrukking hoort, begeerten van de jeugd, heb je meestal heel snel de neiging om daar een bepaalde gedachte aan te hangen. Je hebt ook nog een beetje de neiging om te zeggen, nou, jeugd, dat gaat over, ja, mensen tot welke leeftijd, jeugd? Tot wanneer hoor je bij de jeugd? Ik zie ook wat oudere broeders en zusters in ons midden van harte glimlachen. Nou, laten we zeggen dat je dat wel een heel poosje vol kunt houden om bij de jeugd te houden, hè, te horen. Maar wat Paulus hier vooral bedoelt is de leeftijdscategorie waarin je bezig bent om in het leven de dingen op te bouwen. Carrière te maken. Je plek in het leven te veroveren. Nou, daar zijn er ook heel wat van hier vanmorgen. Je staat in het leven, je zoekt naar waar komt het op aan, hoe vind ik die plek. Ja, probeer jezelf dat gewoon eens eventjes af te vragen. Ook als je voor jezelf misschien al het idee hebt, nou, ik ben al wel wat verder, kijk wat terug. Maar wat zijn nou de dingen waar ik me op geconcentreerd heb? Jeugd, jong zijn, dat was ook in de Griekse wereld, waarin Paulus zijn brieven schreef, wel echt het ideaalbeeld. Zo goed als dat bij ons natuurlijk ook zo is. Je hoeft de reclame maar te bekijken. Alles is daarop gericht. Je moet jong zijn, je moet er jong uitzien. Je moet er vitaal uitzien. Er moet aan je uiterlijk niks ontbreken. Nou ja, allemaal die dingen. Het is heel herkenbaar. Het was in die Griekse wereld ook heel sterk zo. Wat dat betreft,
dan zit er 2000 jaar tussen. Maar ja, het is eigenlijk alsof het gisteren is. De Griekse wereld was erop geconcentreerd dat je gaaf moest zijn. Je er knap uit moest zien. Veel aandacht hebben voor je uiterlijk. Het is niet voor niets dat de Olympische Spelen bezig zijn met sport, met training enzovoorts. Dat het ook helemaal wortelde in die Griekse wereld. Aandacht voor je lichaam. Maar jong zijn, dat hoorde er helemaal bij. Maar wat zijn nou de begeerten die helemaal passen bij die jonge leeftijd? In onze wereld, wij hebben altijd heel snel de neiging om te denken, nou, het woord begeerte, dat zit in de sfeer van seksualiteit en zo. Nou, dat kan natuurlijk ook. Daar hoef ik niks over te zeggen, hoeveel ellendige dingen of er in dat opzicht ook kunnen gebeuren. Maar het aparte is dat Paulus hier in de pastorale brieven eigenlijk niet zoveel daarover zegt. Ik heb voor mezelf wat zitten bladeren om eens even na te gaan dat woord begeerten. Waar gebruikt hij dat allemaal in deze brieven? En dat is opvallend. Het begint, u kan het zo meebladeren, in 1 Timotheus 6, de vorige brief. In vers 9 schrijft hij, wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Ja, rijk willen worden. De vraag is natuurlijk, wat is dat precies? Bij welke grens op je bankrekening moet je zeggen, nou, dan hoor ik nog niet bij de rijken. En wat zit daarboven dat ik moet gaan zeggen, nou hoor ik er ineens wel bij. Nou, ik zou vanmorgen de grens niet op die manier willen trekken, eerlijk gezegd, lieve mensen. Maar ik zou eigenlijk meer willen zeggen, wij met elkaar in de westerse wereld, met z'n allen, zeker als je het vergelijkt op internationaal niveau met wat anderen in de wereld hebben, wij hebben met z'n allen reden om ons dit soort woorden aan te trekken. Want die ja, zucht, hè, die zucht naar carrière, naar welvaart, naar veel verdienen, naar kunnen doen waar je zin in hebt, naar onafhankelijk zijn, dat zit wel zo ongelooflijk ingebakken in onze hele samenleving. Dat is het eerste. Ik ga even verder en dan zult u vanzelf zien dat dat plaatje een beetje compleet raakt. Het woord begeerten gebruikt Paulus ook in dezelfde brief die we gelezen hebben, 2 Timotheus 4. Dan heeft hij het over de noodzaak dat het woord gepredikt wordt, de verkondiging van het evangelie, dat je je daar helemaal op moet concentreren. Maar dan zegt hij ook in vers 3, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Heb je dus weer dat woord begeerte. Dus Paulus zegt daarmee zoiets als, ja, begeerten, dat heeft te maken met een goed gevoel, geloof. Want we hebben heel veel dingen in onze tijd waarvan we zeggen, moet je een goed gevoel bij hebben. Maar wat het geloof betreft hebben we dat ook heel sterk. Ik denk dat je ook wel een beetje moet zeggen, misschien dat de wal het schip soms wat aan het keren is. Dat we wel merken van, ja, dit was toch wel erg goedkoop allemaal. Maar er ligt zeker een tijd achter ons dat wij toch wel heel erg zo bezig geweest zijn in de kerk met het evangelie van, ja, het moest eigenlijk een aai over onze bol zijn. Aardig zijn. Er mochten vooral geen dingen gezegd worden waarmee ze op onze tenen gingen staan. Vooral geen dingen die ons prikkelden, die tegen ons ingingen, die, nou zeg ik het even heel stevig, soms iets van een mes in ons vlees konden betekenen. En dat is nou precies wat Paulus hier zegt. Pas er ontzettend voor op dat je in zo'n sfeer terechtkomt van het moet helemaal beantwoorden aan onze begeerten, aan wat wij mooi vinden. En als het een keer niet zo is, als het tegen ons ingaat, dan nemen we er ook meteen afscheid van. Een evangelie dat je geen kwaad doet,
dat doet je ook geen goed. Kijk nog een stapje verder. De Titusbrief. Die drie brieven hoorden bij elkaar, vertelde ik u net al. Titusbrief, Titus 2. In het 12e vers. Dat de zaligmakende genade, schrijft Paulus, verschenen is. En die heeft, daar gaat een leer mee gepaard. Die leert ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten zullen verloochenen. Dus dan staan die begeerten ja, eigenlijk als synoniemen van leven in de goddeloosheid. Daar moeten we afscheid van nemen, verloochenen. En wat moeten we wel doen? Dus dat is dan het tegenovergestelde. In deze tegenwoordige wereld bezonnen of matig, rechtvaardig en godvruchtig leven. Dus dat is een levenshouding waarin je grenzen trekt. Matig, bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig. En waarin je niet in de sfeer zit van, en het is nooit genoeg, en het moet altijd meer zijn, en altijd groter, en altijd beter, en altijd hoger. En matigheid. Dat zijn we echt wel een beetje verleerd. Maar matigheid is een christelijke deugd. En Paulus geeft hier aan dat het ontzettend belangrijk is om daarmee bezig te zijn. En een laatste voorbeeld. In Titus 3, het derde vers, ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. We leefden in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Je zou bijna zeggen, daar wordt de sfeer opgeroepen van een kort lontje. De bovenop vliegen, haatdragend. Altijd er tegenin gaan, altijd een ander onderuit halen enzovoort. Nou, het zijn zomaar een paar voorbeelden die Paulus letterlijk gebruikt in de Timotheusbrieven en in de Titusbrief als het gaat over die begeerten. En weet u, nou zou je in eerste instantie even kunnen denken van, ja, maar zijn dat nou ook maar wat uiterlijke dingen, maar weet u, dit zijn nu de dingen waaraan zichtbaar wordt. Hoe diep of het eigenlijk bij ons zit met de dienst van God. Als je, en houd maar heel dicht bij huis, als je zelf zegt, wij leven voor een betere wereld. Het beste moet nog komen. Wij leven voor de eeuwige heerlijkheid bij God. Dat zijn de fundamentele dingen van het leven. En onderwijl ziet je directe omgeving. Of het nou je eigen kinderen zouden zijn, of je naaste familie, of mensen met wie je veel omgaat. Onderwijl ziet je naaste omgeving dat je agenda volledig gevuld is met alles wat te maken heeft met het hier en nu. En dat er geen tijd overschiet voor de dienst van God. Geen aandacht, geen. Wat moet je daarvan denken? En het zijn precies dit soort dingen waar je het voelt botsen. En waar de grote vraag is, als wij wat gaan overdragen aan volgende generaties, wat dragen we dan precies over? Nou, hier hoort u in de eerste plaats een waarschuwing dus. Ik denk dat ik hem gewoon zo moet laten horen, voor u allemaal en voor jullie, maar ook voor mezelf. Precies hetzelfde. Want we hebben allemaal nodig dat met de regelmaat van de klok dit soort dingen stevig tegen ons gezegd worden, want we verliezen ons erin. Dat is de ene kant. Ontvlucht dit, schrijft Paulus. Maar hij zegt ook een paar positieve dingen. Wat we dan na hebben te jagen. Waar komt het dan eigenlijk op aan? En dan noemt hij hier vier dingen. Rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Ik zal proberen om heel snel over alle vier die dingen gewoon toch ook wel even iets te zeggen wat hoop ik helder wordt. Waar komt het op aan dat je rechtvaardigheid najaagt? En wat is precies rechtvaardigheid? Nou, daar kun je van alles en nog wat over zeggen uit het Nieuwe Testament, maar wat Paulus hiervoor al bedoelt, dat is niet
de rechtvaardigheid die je door het geloof ontvangt en waardoor je mag weten, ik ben in mijzelf een onrechtvaardige, maar in Christus ben ik rechtvaardig. Maar hier bedoelt hij concrete rechtvaardigheid in je manier van leven. Wat is nu eigenlijk rechtvaardigheid, als je erin staat? En ja, dat is, van oorsprong is het een oud-testamentisch woord. Je kunt het ook het mooiste terugvinden in het Oude Testament, wat het nou is. En dat zeg ik ook maar even heel kort door de bocht. Ik vind het mooiste voorbeeld altijd zitten in Psalm 86. Dat is een psalm waar de psalmdichter naar het leven kijkt en dan zegt in de onberijmde psalm, verenig mijn hart tot de vrees van uw naam. En met dat verenig bedoelt hij, maak mijn hart één. Maak mijn hart eenvoudig. Laat het alsjeblieft met mijn hart zo zijn, dat het niet in allemaal stukjes uiteengebroken is, en dat het de ene keer hierheen trekt en de volgende keer daarheen. En we hebben allemaal dingen, lieve mensen, waarvan we wel voelen, daar kun je helemaal in meegezogen worden. Kun je helemaal vanuit je dak gaan. Het kan helemaal je een en al zijn. Maar hoe zit het daarmee? De dichter van die psalm is een echte rechtvaardige en die zegt, waar komt het op aan? Dit wil ik u vragen. Mijn hart, alles wat er zich binnen in mij afspeelt, alles waar ik mee bezig ben, alles waar ik naar verlang, laat het één zijn, eenvoudig, eenduidig. Laat het allemaal hierop gericht zijn dat ik u vrees, dat ik u dien, dat ik in uw spoor ga. Eén ding maar. Maak me dat steeds weer duidelijk, want dat is het eigenlijke. Dat is rechtvaardigheid. Het tweede wat Paulus hier noemt. Rechtvaardigheid, geloof. En het woordje geloof in het Grieks van het Nieuwe Testament, dat kan allerlei betekenissen hebben. Het heeft, zoals Paulus het hier gebruikt in dit Bijbelvers, vooral de betekenis van toewijding. Laat ik met heel mijn bestaan toegewijd zijn aan de dienst van u. Ja, een paar maanden geleden hadden we bij de IZB een samenkomst waarvan we zeiden, nou, het zou goed zijn als we daar eens een groep mensen uitnodigen om wat te vertellen. Mensen die horen bij wat ze noemen jonggelovigen, nieuwgelovigen. Mensen die nog niet zo lang geleden tot geloof zijn gekomen. Met een Nederlandse achtergrond, maar ook met een allochtone achtergrond. Laat ze gewoon eens vertellen hoe dat nou gegaan is en hoe ze daar op dit moment in staan. Nou, een aantal mensen hebben we aan het woord gelaten. Er waren een paar dingen, waren heel opvallend. Het eerste was, er waren mensen met een moslimachtergrond, die zeiden, ja, wij hadden natuurlijk de Koran, daar lazen we ook in, maar de Koran was voor ons een doodboek. Een doodboek. En we kregen een Bijbel, en in die Bijbel hoorden we de stem van de levende God. Dat is een heel apart iets. Levende God hoorden we in de Bijbel spreken. Dat is het grote verschil. Nou, dat is een van die dingen. Maar waar ik nu vooral wat over wil zeggen is dit. Heel apart was dat je in het verhaal van die mensen één voor één hoorde hoe radicaal ze in het geloof stonden. Niet aan het schipperen van, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ja, daar kan je toch in onze tijd niet helemaal meer mee vooruit. En dan moet je toch een beetje anders interpreteren en zo. Heel radicaal. Het staat geschreven. Moet je het ook zo doen. Christus zegt het. Dan moet je zijn stem volgen. God spreekt. Dan heb je geen reden om te zeggen, ik zal er volgend jaar nog eens over nadenken. God spreekt, dan roept hij je nu tot gehoorzaamheid. Nou, dat radicale van de toewijding aan hem was heel goed merkbaar in het verhaal van al deze mensen. Dus dat is het tweede. Rechtvaardigheid, geloof, toewijding, liefde. Dat is de volgende. En liefde in het Nieuwe Testament, dat is een heel apart woord. Liefde is niet zomaar een gevoel.
Maar liefde in het Nieuwe Testament, dat is iets dat ook echt gestalte krijgt. Wat een daad is. Concreet in het leven. De daad altijd van de overgave ter wille van de ander. Niet mijn belang is het eerste, maar het jouwe is het eerste. Niet wat ik wil is doorslaggevend, maar wat God mij zegt, daar gaat het om. Dat is de liefde. En ja, je ziet in het Nieuwe Testament op heel wat plaatsen dat christenen in die eerste gemeente daar natuurlijk net zoveel vragen bij gehad hebben als wij er allemaal bij hebben. Want er moet iemand je maar eens een keer flink de voet dwars zetten. Of iemand moet je maar eens in je rug schieten. Of ze moeten maar eens een heleboel lelijke dingen over je vertellen. Of ze moeten je maar eens kwetsen. Je loopt soms met dingen rond in het leven die tientallen jaren pijn doen. En dan hoor je zo'n woord als dit. Ja, dan ben je al heel snel geneigd om te zeggen, ja, dat gaat over alles en iedereen, maar het gaat niet over mij. Want mijn situatie is van die aard dat je van mij niet kunt verwachten dat. Maar kenmerkend voor de liefde in het Nieuwe Testament is dat bij de worsteling om dit soort dingen, die liefde zegt, ik weet waar ik van leef. Ik leef van de liefde van iemand die zichzelf voor mij over had tot in de dood. Zo is het toch? Wij leven toch van de genade van de Heer Jezus, die niet gezegd heeft tegen ons, van als je maar goed je best doet, dan kom je er wel. Maar die tegen ons gezegd heeft, jij bent een verloren mensenkind. En om jou te redden uit de dood, ben ik bereid om mijn leven te geven. Er is iemand die zijn leven voor ons over had. Dat is christen zijn. En liefde betekent in de praktijk dat je dit altijd weer voor je ziet en weet, zoals hij mij lief had, zo ben ik er zelf ook toegeroepen. Rechtvaardigheid, geloof, toewijding, liefde en vrede. Dat is het vierde dat Paulus hier noemt, waar het op aankomt in het leven van een christen en wat van ons gezien wordt. Vrede, dat is in het Nieuwe Testament het tegenovergestelde van chaos. Er is ergens een tekst in een van de brieven waar Paulus schrijft, God is niet een God van wanorde, maar een God van vrede. En dan voel je ineens waar het over gaat. Vrede in het Nieuwe Testament betekent dat, ja, je zou bijna zeggen, de puzzelstukjes in elkaar passen. Dat er harmonie is. Dat de dingen op orde zijn. Dat het goed is. Dat er niks meer tussen staat. Dat verhoudingen gezuiverd zijn tussen mensen. Dat je elkaar onder ogen kunt komen. Dat is vrede. Nou, dat is wat Paulus hier schrijft. Christen zijn wordt zichtbaar in het stichten van vrede. En dan zijn het natuurlijk ook dingen die heel dichtbij komen. Hij zegt het niet tegen mijn buurman of tegen mensen in een ander land. Maar dit woord dat wij vanmorgen lezen wordt tegen ons gezegd. Ik preekte nog niet zo lang geleden ergens in een gemeente. Grote gemeente waar in dezelfde kerk twee broers zaten. Een end van elkaar in de kerk. Dat ging over dat woordje vrede ook. En ik heb toen dezelfde dingen gezegd die ik nu zeg. En na afloop van de dienst stond een van de twee broers me op te wachten. En hij zei, dominee, dit is niet te geloven. We liggen al jarenlang met elkaar overhoop, mijn broer en ik. We kijken elkaar niet meer aan. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd om het goed te krijgen. Het lukt niet. Hij zegt, en nou vanavond in de kerk. Ja, hij schoof de kerk in. Ik wist natuurlijk niet van tevoren wat er zou gaan komen. Ik zag hem in de verte zitten en toen begon u te preken. En toen kwamen er allemaal van dit soort dingen. Nee, ja, je snapt wel dat ik heb zitten denken, hoe zal dit verder gaan? Dus we hebben een tijdje met elkaar over staan praten. Ik weet niet hoe het afgelopen is. Maar ja, dan merk je natuurlijk wel ineens dat zo'n woord dat Paulus hier schrijft, dat is maar niet een soort abstracte theorie die ergens ver in de lucht hangt, maar die midden in ons leven landt. Het zou best kunnen zijn dat op dit moment ook wij hier, zoals we vanmorgen zijn, ineens dingen boven voelen komen waarvan we denken, ja, dat laat ik wel zo bestaan. En soms denk ik van, laat ik er maar niet meer mee bezig zijn, maar eigenlijk staat het er wel tussen. Hoe moet dat?
Als we eenmaal in het koninkrijk van God zijn, kunnen we dan ook zeggen, er is daar een appartement voor de mensen met wie ik het goed kan vinden. En ergens anders is een appartement met mensen, daar heb ik mee overhoop gelegen. Die zal ik hier ook liever maar nooit tegenkomen. Zou dat zo kunnen in de eeuwige heerlijkheid? Vrede. Nou, van al deze dingen, broeders en zusters, is duidelijk dat Paulus zegt, die hebben nu te maken met de overdracht van het geloof. Je kunt een mooie theorie proberen over te dragen. En dan kun je uitstekend in elkaar zetten en zo, allemaal prachtig. Maar waar het over zal gaan, is dat de volgende generaties naar je zullen kijken met de vraag, hoe zat het hiermee? Met rechtvaardigheid bij jou. Met toewijding, met liefde, met vrede stichten. Is dat kenmerkend geweest voor het leven dat je geleid hebt? Wel, ik laat die dingen nu gewoon rustig zo staan. Genoeg om over na te denken. Ik ga ook niet proberen om er nog een beetje een draai aan te geven of zo. Het staat hier. Het staat er hiermee ook midden in het leven van ons allemaal. Met de vraag, hoe gaan we daarmee verder naar de toekomst? Ik wil alleen onder één ding een streep zetten. Want we zullen denk ik allemaal ook wel voelen, dit zijn geen vanzelfsprekendheden. Dit is niet iets waarvan je zegt, nou, dat doen we even. Paulus schrijft er heel betekenisvol achteraan. Dat je dit gestalte geeft samen met allen die Christus aanroepen uit een rein hart. Samen met allen die Christus aanroepen. Is van ongelooflijke betekenis. Dat we niet in ons eentje in de wereld staan, maar dat we samen een gemeente zijn. En dat we broeders en zusters hebben met wie we ditzelfde verlangen. Ik zou u heel graag vanmorgen ook willen meegeven. U zult ongetwijfeld ook regelmatig gebedssamenkomsten hebben. Laat in je gebed dit een rol spelen. Dat je als gemeente niet maar een groep mensen zult zijn die hier bij elkaar komt omdat je een specifiek soort theorie aanhangt. Anders dan anderen hier in de omgeving. Maar alsjeblieft, alsjeblieft. Laat hier een gemeenschap zijn van mensen waar het beeld van Christus zelf zichtbaar in is. Want als Christus hier niet te zien is, dan kan je echt beter vandaag opheffen. Heeft het geen enkele zin. Als Christus hier niet te zien is, dan is het te vergeefs. Maar als hij er is, laat hij dan rustig hier alles en iedereen om zich heen verzamelen. Die het zelf in het leven niet redt. Ik weet niet hoe het in het leven moet, maar één ding weet ik. Er is een plek waar Christus hier woont, waar ik hem kan vinden, waar ik vol word van zijn liefde. En daar wil ik zijn. Christus is alles. Amen. Zullen wij zingen? Een lied uit de bundel 247. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, want daar gaat het over, vernieuwing. Dat is een lied waarvan de melodie niet zo heel bekend is, begreep ik van Johan, maar het is een heel makkelijk te zingen melodie, dus als je hem één keer gehoord hebt, dan zing je hem daarna heel makkelijk mee. We gaan luisteren en vervolgens alle drie de coupletten van dit lied zingen.